zijn wij de brandweerkazerne in Hengelo. En we gaan daar manfotograferen Jan Lieve. Die heeft jaren bij de brandweer gewerkt. En die is bij het blussen van een brand is die, van een ladder gevallen. Er was iets met de ladder mis. Hij is 6 meter omlaag gevallen en been heeft hij wat verbrijzeld, knie verbrijzeld. En die wil graag als brandweerman weer op de foto, wat zijn passie was. En dat gaan we dus hier doen. Ja, oké. Okay, ja. Nog even eentje. Ja, als je recht aan de slaven houdt, dat... ja, oké. Okay. Moet weggaan nu. Ja, en nog een keer, leg maar gewoon weer hoor. Ik ben er 2 keer geweest. 1 keer binnen met allerlei slangen en ladders, zoals hij het graag wou. En allerlei dingen geprobeerd. En ik bekeek de foto's die ik gemaakt had, die op het scherm. En ik dacht, ik mis toch een foto. Ik mis gewoon het verhaal van wat er gebeurd is. Heb ik overlegd met de brandweercommandant of dat mocht. Want ik wou graag 2 brandweerauto's en een ladder. En met hem of hij het wel wou. En hij zag het wel zitten, omdat zijn verhaal dan daarin verteld wordt. Dus op een middag afgesproken, teruggegaan. En ik mocht als een klein jongetje met brandweerauto's spelen, alleen nu met echte. Dus ik mocht zeggen, nou, zet die auto maar daar neer, iets naar voren, iets opzij. En ja, nog eentje, zet die maar daarachter neer. En alsof ik een soort radiografische afstandsbediening had, kon ik ze neerzetten waar ik wou. Die ladder in delen zo neergelegd, dat symboliseert die gebroken ladder waar die afgevallen is. En ja, hij staat er met de slang, alsof hij mij de volle laag geeft. En als zijn gezicht te zien, heeft hij daar ook een beetje lol in. Hij lacht een beetje, hij kijkt een beetje vrolijk, alsof hij... Die slang zo open zit dat ik dan weggespoeld word.